Ontzettend leuk dat we hier mogen zijn vandaag. Wij gaan onszelf niet beginnen met voorstellen, heel oncontroversieel, maar wij gaan jullie eerst wat laten zien. En wij zijn ontzettend trots op het eindresultaat en we willen dus ook met het eindresultaat eigenlijk beginnen. En dan gaan we jullie meenemen met eigenlijk de reis er naartoe. Hoe zijn we hier gekomen? Het wordt een hele uitdaging om 5 jaar in 20 minuten te proppen. Dat zullen we dan ook niet helemaal proberen. We zullen af en toe wat fases overslaan. Maar de highlights van wat we hebben, wat we meegemaakt hebben en wat we hebben neergezet, dat willen we jullie heel graag laten zien. En daarmee beginnen we met deze introductie van ongeveer pak een beetje 1,5 minuut. Het is wel leuk dat we toch met z'n allen zijn. 3 dochters gezamenlijk en die zijn ook heel enthousiast. Mijn tante, mijn vader en mijn nichtjes en ik, we zijn gewoon echt super hecht met elkaar. Echt met de familie iets nieuws aanpakken, dat is wel heel spannend en heel leuk. Ja, super leuk om dit avontuur met z'n allen aan te gaan. Dat is Rick, mijn man. 10 jaar geleden overleden. Ja, dat is een hele heftige periode. Ze is er niet meer. Maar ze leeft voort. Ze leeft voort, ja. Zeker. Pas op, hè. Het is zo eng. Dit is het zwembad. Zo'n ratje toe is het uiteindelijk. Er was het. Er was eens een broer en een zus. Er was eens een huis. Er was eens een stad. En dat was een droom. Nou, alle vergunningen zijn eindelijk binnen en we hebben veel concessies gedaan. Wat ben ik al begonnen, denk ik wel eens. Op zich gaat het wel goed, maar het is ook wel een beetje stressvol. Waar je in terecht komt, uiteindelijk. Wat voor wereld leven we? Alles gaat dood om je heen. Het is niet te bevatten. We gaan gewoon niet open. De toeristen blijven weg. Muze Hotel. Ja. We zijn er trots op. We zijn er trots op. En klaar mee. De Muze van Utrecht is inderdaad een documentaire die wij begonnen zijn met een bevriende documentairemaker, Martin de Vries. En Martin heeft ons vanaf het begin af aan gevolgd. En het grappige is, wij hebben die documentaire, zijn we niet gestart omdat we heel graag een documentaire wilden maken. Maar eigenlijk gewoon voor onszelf van, wat voor proces gaan we aan met de familie? Dus inderdaad met z'n vijven zullen we zo wat meer over vertellen. En op het moment dat Martin bedacht van, we gaan hier wat filmmateriaal van schieten. Naarmate we steeds verder in het proces raakten, en wat jullie waarschijnlijk ook hier onderop zagen, die dagen begonnen te tellen. Dag 1 tot met vervolgens 100, 200, je ziet hem daar 700, je ziet hem naar 800 en naar 1000 schieten. Toen kwamen wij met Martin, vooral Martin, op het idee van, volgens mij kunnen we hier heel veel meer van maken. Want het is best wel een grappig verhaal om te zien hoe je in 1000 dagen dus eigenlijk een enorme bouwval omtovert tot hotel. Nou, even de cliffhanger, jongens, we zijn open. Dus het is goed afgelopen voordat jullie je allemaal zorgen gingen maken. Maar we zijn dus eigenlijk dit proces gestart met z'n vijven. De mensen die jullie ook net voorbij zagen komen in het hotel. Nou, twee van de vijf staan nu hier. Dus Paul, dat is mijn oom. En mijn moeder, Kokkie. Dus Paul en Kokkie zijn broer en zus. En dit is mijn zusje, Puk. En mijn nichtje, dus de dochter van Paul, Belle. Met z'n vijven hebben we het eigenlijk in 2017 het idee gehad om een vervallen hotel te kopen. En eigenlijk zijn Kokkie en Paul hier de drijvende krachten achter geweest op het begin. Wij wilden iets doen met het geld wat nog in de familie zat van opa en oma, dus van de ouders van Paul en Kokkie. En wij dachten van wat willen we daar nou mee? We willen iets creëren, we willen iets maken. Daar waren we zo enthousiast over om dat te gaan doen. En Paul zal daar iets meer over die aanleiding vertellen. Oké. Ik ben Paul, goeiedag. Mijn zus en ik zijn allebei weduwe en weduwnaar eigenlijk. En dat heeft ons dichter bij elkaar gebracht eigenlijk in de afgelopen jaren. En onze ouders zijn overleden ook. En toen hadden we een kleine erfenis. En toen dachten we, dan kopen een huis in het buitenland. Ik vertrek verhaal. En eigenlijk is dat geworden een oud hotel geworden in ieder geval. En dat hebben we toen gekocht.
En het was een bouwval en mijn zus had een B&B en ik had ook een B&B. En we vonden het leuk om zoiets te creëren in ieder geval. Dus dat hebben we toen gekocht en toen hebben we onze kinderen aangehaakt eigenlijk. En dat was eigenlijk wel heel leuk, want het kwam bij ons vandaan. En het aardige was dat onze kinderen die net iets boven de 20 waren, of boven de 25 eigenlijk al, zo'n beetje rond die leeftijd, dat die aangehaakt zijn. En toen hebben we met de familie hebben we eigenlijk het project begonnen, van bouwval tot hotel is dat geworden. En we hebben eigenlijk een hele reis gemaakt met z'n allen. Maar ook aan de ene kant is dat een zakelijke reis, een familiereis, maar het is ook een creatief proces wat je met z'n allen maakt eigenlijk. En dat was wel heel leuk om met z'n allen ook te doen in ieder geval. We hadden geen idee, we hadden geen geld meer, het geld was op en toen hadden we wel een bouwval. En toen moesten we alles nog doen eigenlijk. Dus we zijn begonnen met een businessplan te maken, hoe we dat vormgeven. En toen wisten we nog van, misschien wordt het een B&B. Dus vandaar B en Bellevue zou het worden. En not a real hotel, maar uiteindelijk is het wel een hotel geworden eerlijk gezegd. Dus dat was wel heel leuk. Een businessplan heeft een tal van zaken om een lening te krijgen. Maar daarnaast moesten we nog een keer met elkaar ook nog een keer goed vinden. Dus, en dan geef ik het stokje weer over aan Bo. Nou ja, zoals Paul heel terecht zegt, het is een enorme zoektocht geweest. Om naast dat je met familie een hele hechte familieband hebt. Want wat Paul inderdaad aangeeft, voor mij, mijn tante en mijn vader zijn overleden op jonge leeftijd. En wat we ook merkten is dat we daardoor als eigenlijk, ja, we noemden het wel als dysfunctional family, met z'n vijven heel erg naar elkaar toe zijn gegroeid. We gingen al met z'n vijven op vakantie. We gingen met z'n vijven, vierden we kerst, vierden we oud en nieuw. Dus we hebben een heel hecht gezinsleven eigenlijk met z'n vijven opgebouwd. Maar op het moment dat je ook zakelijk partners wordt, maak je toch een enorme transitie door, kan ik zeggen. En wij hebben als de meiden, met de drie meiden en Paul natuurlijk zelf ook nog, ook een eigen beroep, wat heel anders is dan in de horeca of in de design of dat soort dingen. Ik werk in de advisering op het gebied van mobiliteit. Mijn zusje standaards. Bellen die is nog aan het studeren, gezondheidswetenschappen. Dus iedereen heeft zo zijn eigen specialisatie. Maar op het moment dat je een transit, wel allemaal achtergrond in de horeca, dus dat zat er al wel een beetje in. Maar op het moment dat je de overstap gaat maken, ik ga nog wel wat over die koffiecupjes zeggen hoor, want dat is gewoon zo'n raar beeld. Dat je de transitie gaat maken naar dus partner in dus het hotelwezen, dus ook financieel partners daarin, brengt dat ook wel wat hobbels met zich mee. Wij hebben een coach in de arm genomen die ons ook ging helpen om die transitie te maken. En een van de opdrachten die we met hem moesten doen was de familieopstelling, of wat dan zo noemen we een beetje. Deze koffiecupjes, dat zijn wij vijven. Het koffiecupje wat op zijn kop ligt, dat is het hotel. En de opdracht was, situeer jezelf en dus je overige vier familieleden ten opzichte van het hotel. En aan de hand hiervan hebben we vooral ook met elkaar gepraat en veel gesproken over wat is jouw rol dan in het hotel. En wat wij zelf ook enorm gemerkt hebben is dat het moment dat je zo'n avontuur start, en wij zijn allemaal wel mensen die heel veel energie hebben op het begin dat we iets nieuws gaan proberen en iets nieuws gaan maken. Maar er komt ook een soort van continueringsfase daarna, waarin er ook gewerkt moet worden, waarin er ontbijtjes gemaakt moeten worden, waarin er een hotel draaiende gehouden moet worden. En het was wel echt heel goed voor ons om daar van tevoren over na te denken. En dan alsnog is het heel anders dan je verwacht. Maar het was goed voor ons om daar van tevoren in elk geval een keer over na te denken. En met deze coach ook dat proces door te maken. Ja, toen kwamen we eigenlijk, wij hadden echt het verbouwingsstuk. En dat, Paul en Kok zijn daar veruit het meest bij betrokken geweest. Dus echt de voor- en naplaatjes, die we jullie zeker niet zullen onthouden zometeen, die komen nog voorbij. Maar ook een stukje conceptontwikkeling. Wat willen we nou neerzetten? Als wij zometeen dat hotel hebben, wat voor gasten verwachten wij dan dat naar ons toe gaan komen? Nou, we hebben een soort van, eigenlijk hele creatieve sessie met elkaar georganiseerd, met z'n vijven. Ja, wie zijn dat nou, die mensen? Zijn dat meer alternatievers? De levensgenieters die we hier zien? De getrouwde Duitse man die zijn schatje wil verwennen? Of de pensionado's? Of de newlyweds? Nou, zoals jullie zien zijn we wel echt in een iets hoger segment gaan zitten. We denken ook dat de plek, het hotel, we zitten in de Tolsteeg Singels, midden in de stad Utrecht, zich daar heel goed voor leent.
En zo zijn we ook steeds meer richting het idee gaan van, ja, wat willen we nou met die plek? Nou, de volgende pagina's. Wat willen we dan qua sfeer? Denk ik ook een hele belangrijke. Qua kleur. Wat willen we dan? Wat willen we uitstralen daar? Maar ook de volgende. Wat willen we zeker niet? Wat willen we daar echt niet zien? Nou ja, kleine baby's die huilen. Dat is niet gelukt. Geen onderlinge ruzies. We wilden ook absoluut niet meer renoveren en verbouwen als het klaar zou zijn. We dachten, dat is echt eventjes van de baan. We willen geen hoogslapers, we willen geen grote en te veel bagage. Geen all-inclusive idee. En door steeds meer met elkaar na te denken over van, hey, wat willen we niet en wat willen we nou eigenlijk wel, kwamen we steeds meer richting het concept wat uiteindelijk dus Muze is geworden. Yes. Aan de ene kant hadden we dus, toen wij het moment dat we teruggaan naar de verbouwing, hebben we de handtekening gezet voor de verbouwing eigenlijk en de lening. En dat was het moment dat we niet meer terug konden. Dus toen hebben we de hele reis gemaakt. Uiteindelijk is de reis gekomen van het plan. Nou, wat boos even, wat zijn onze gasten? En dan ga je ook bedenken, hoe gaan we de naam geven in ieder geval. Dus daar is ook een hele zoektocht geweest en we hebben de Muze gekozen. En dat was in een sessie gebeurd met iemand anders. We hebben allemaal mensen en specialisten bij elkaar gehaald die we kennen uit ons eigen netwerk. En mensen die ons mee hebben geholpen om het creatieve proces op gang te brengen. Dus de Muze van Utrecht, wij wilden al toen we het begin waren dat hotels een knipoog hadden naar de musea van Utrecht. Dus we hebben 6 kamers en er zijn 6 verschillende kamers en er zijn 6 verschillende musea. Dat komen we zo meteen te laten zien. Maar museum komt van muze, van het Grieks, museion. En muze is inspiratiebron eigenlijk. En voor ons was Utrecht eigenlijk onze inspiratiebron. Dus vandaar dat eigenlijk heel mooi samenkwam, de Muze van de Muze Hotel Utrecht. We zijn de Muze van Utrecht. Utrecht is onze Muze, net zo goed als dat van museum is in ieder geval. En zo hebben we dat vormgegeven. En het hele idee van het logo, heeft ook te maken met een bepaald soort kamer of een soort museum die erin zit. Deze klopt niet helemaal, zie ik nou eigenlijk. Een centraal museum, maar elk logo heeft iets in ieder geval wat er is. Zo hebben we ook de kamers en hebben we doorgetrokken tot aan de kamersleutels eigenlijk. Dus dat is wat we gedaan hebben. Ondertussen was de bouw wel gaande in ieder geval. En hebben ook een stylist aangetrokken om het vorm te geven. Want ik denk, het moet overstijgen in ieder geval. Ik heb wel smaak, mijn nichtje heeft smaak, iedereen heeft wel smaak. Maar af en toe moet je er los van dat je iemand anders aantrekt om die smaak, om dat goed neer te zetten. Dus we hebben daar ook een kennis van ons, Sherry, heeft geholpen om dat vorm te geven in ieder geval. En volgens mij moet ik weer terug naar jou, denk ik, van dit moment. Ja, wat ik heel leuk vind wat Paul net noemt, is dat we hebben het samen gedaan met elkaar als familie. Maar wat we minstens net zo belangrijk vonden, is dat we hebben zoveel leuke, getalenteerde mensen in ons eigen netwerk zitten. Als een architect, die een goede bevriende architect van Paul, die ons geholpen heeft met met de floorplan. Een bevriende stylist, die dus geholpen heeft met de inrichting. Bevriende designers die het logo voor ons hebben gemaakt. Dus zo hebben we ook heel erg Utrecht en alle kennis en kunde die hier in Utrecht rondloopt gebruikt om het hotel steeds mooier en steeds beter te krijgen. En uiteindelijk geopend met inderdaad de oud-burgemeester Jan van Zanen. Ik hoorde net al zijn naam eventjes voorbij komen. Zijn laatste dag in ambt. Toen deed hij een rondje op de fiets door Utrecht, onder andere langs de Singel. Ja? Hé, hey, wat leuk. Ja, van ons hier naartoe is hij gegaan. Dat weet ik. Dit was de laatste... Ik wist dat hij hier naartoe zou gaan namelijk. Dat was al... Het is ontzettend leuk dat hij op dit moment het hotel wou openen. Dus ook echt de vlag, de beruchte vlag, die daarna nog een aantal keer kwijt is geweest. Dat hij die heeft gehesen en dat hij ons veel succes heeft gewenst met het avontuur. En dat was natuurlijk op een hele gekke tijd, een ontzettend gek moment. Zoals Paul begon, hebben we in 2017 het hotel gekocht. Her en der wat vertragingen opgelopen met vergunningstrajecten en andere zaken. Maar in 2020, maart, dachten wij, we zijn er klaar voor. We gaan het gewoon doen, we gaan open. En toen kwam er een
pokkenvirus. Aan de andere kant van de wereld, natuurlijk naar Nederland toe. En eigenlijk precies het moment dat wij het hotel wilden openen, in dat eerste weekend, toen brak de coronacrisis uit. En toen zijn wij eigenlijk enorm terug in de tijd gezet. Ja, ja. Het is wel zo dat het... we hebben een enorme tegenslag gehad, zeg maar, omdat... Of een enorme tegenslag. We hebben, kijk, bij verbouwingen zijn twee dingen zeker. Hè? Het duurt langer, het kost meer eigenlijk. Dat is een beetje wat. Dat viel bij ons wel mee. Het duurde wel langer, het kostte wel iets meer. Maar vooral door het langer duren en die corona erachteraan heeft voor ons wel wat tegenslag gegeven. Maar we hebben nooit in de zak en as gezeten eigenlijk. Dat vond ik wel heel grappig. We hebben altijd wel positief gedacht. De momenten dat er gasten waren, die waren altijd heel enthousiast over het hotel, de sfeer en hoe we erbij legden. Dus dat vinden we eigenlijk wel heel erg mooi. En we hebben ook wel vertrouwen voor de toekomst uiteindelijk. Dus dat is wel heel mooi. Het belangrijkste is wat wij hebben geleerd van deze verbouwing en reis, is dat je het met elkaar doet. Dat vond ik eigenlijk wel zo leuk. Ik vond het heel bijzonder om niet alleen met Bo op vakantie te gaan, maar ook met haar een zakelijke overeenkomst aan te gaan in ieder geval. Of met elkaar ook dingen te bedenken. En dat geeft ons ook wel stress en we hebben andere ideeën erover. Maar we zijn allemaal enthousiast erover. En het grappige is dat je in je enthousiasme ook mensen meeneemt die we kennen uit onze kennissenkring. Of mensen die, de bouwers, die waren enthousiast. De architect was enthousiast en de gasten zijn enthousiast. Dus echt een waanzinnige positiviteit brengt het met zich mee. Dus ik vond het heel leuk om zo'n project, of nog steeds leuk, om zo'n project met elkaar te doen in ieder geval. Dus dat is... Dat heeft ons dichter bij elkaar gebracht, maar heeft ook iets neergezet in ieder geval. Want het is een enorme investering. Het moet wel terugverdiend worden. De banken die zijn medeelgeloos eigenlijk. Maar we doen het wel met z'n allen. Dus dat vind ik wel echt wel heel grappig. Misschien is het tenslotte nog even om een paar foto's te laten zien. Zoals het voor en na was in ieder geval. Dus dit is, zo troffen we het aan. En dit is het geworden in ieder geval. Dit is de kleinste kamer. En dit is wat het wordt in ieder geval. Dit is weer een andere kamer. Dit is de flora inderdaad. Dat is de flora kamer, dat is de botanische tuin eigenlijk. Hè. Dus we hebben het niet letterlijk zo genoemd. Maar flora is de kamer en we noemen het een botanische tuin. En zo ziet dat eruit. En zo was het, er zat nog asbest in, ook nog in het pand. Ik zeg ook even, en dit is wat het wordt. Kijk, die dame ook mee. Ja, oh, zo. Ik moet wel ook wel zeggen dat de stylist ons wel geholpen heeft in het bijzonder maken van het geheel. Dus dat behang, ik had het nooit gekozen, bij wijze van spreken. Dus, maar het komt wel heel mooi tot elkaar. Centraal Museum, dus echt is het een beetje een knipoog naar de kunst, is het, zo moet je het zien. Dit is de zolderkamer en dat is dan Sky, is dat dan. En dat heeft met Sonnenburg te maken eigenlijk. En uiteindelijk, en dat is wel het leukste, of een van de leukere dingen, er was een vriend die kwam bij mij. Martin heette die, zegt nou, we gaan een huis kopen, gaan we een hotel van maken. En toen zat hij op de achterkant van een dingetje te breken en hij zei, nou, kansloos verhaal. Ik ga een film voor jullie maken, weet je wel, dus een documentaire. Want die dacht, oh, leuk, zo, ik vertrek en ik blijf toch. En het gaat mis, hè, in ieder geval. Dus die heeft dat gedocumenteerd. Uiteindelijk is er een film van geworden, een documentaire. Die hebben we vertoond in het Louis Hartlopencomplex. Dat was een waanzinnig succes was. En daarna is het op televisie geweest, bij RTV Utrecht en bij Omroep Max. En dat het is eigenlijk een heel leuk product. En voor ons is het ook een document voor wat we hebben gedaan. Dus dat is wel heel leuk. Dus ik raad jullie aan om te kijken een keer, want het is nog steeds te zien. En als jullie vragen hebben, zijn we met de koffie, denk ik, dat we dat kunnen beantwoorden. Ja, of heb jij nog dingen? Nee. Leuk om jullie te weten, Emmerend.